Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Een hele goede avond en welkom bij het programma Een inclusieve sector in woord, daad en beeld. Het is een livecast van Pakhuis De Zwijger. En we heten natuurlijk iedereen welkom die kijkt via de site van De Zwijger, via Facebook, via Zoom en via de livestream. Ik ben Jurgen Tjonnefong. En waar gaan we het over hebben vanavond? Nou ja, afgelopen zomer zijn duizenden demonstranten verspreid over het hele land, maar ook internationaal samengekomen tijdens vreedzame demonstraties. Black Lives Matter werd er over de pleinen geschreeuwd. De aanleiding was natuurlijk de moord op George Floyd. Maar dat niet alleen. De Nederlandse demonstraties gingen ook over Amerika, maar ook over Nederland. Over hier, over nu. Over het feit dat in beleid en in de dagelijkse praktijk institutioneel racisme niet of onvoldoende bestreden wordt. Nou, en we hebben daarin met elkaar een taak te vervullen. Wij hier in Pakhuis De Zwijger, maar ook de media, de cultuursector, wij allemaal hebben een bijdrage te leveren aan deze strijd tegen racisme. Daar gaan we het over hebben vanavond. Maar de weg naar inclusie is lang en niet gemakkelijk. En die verloopt bij heel veel instellingen met horten en stoten, met vallen en opstaan. Vandaag gaan we met elkaar in gesprek over het klimaat waarin culturele instellingen, maar ook de media, hun transitie doormaken. Wat speelt er? Waar moeten we heen? En waarom gaat dat soms zo moeizaam? Vanavond ontvang ik Jerry Afrieën, Marjorie Bostend en Egbert Fransen. Tussendoor bellen we ook nog even met Anne van der Ven van Wit Huiswerk. En hier aan tafel zijn inmiddels aangeschoven, en daar ben ik heel blij mee, Aminata Kaido, consultant diversiteit en inclusie. Welkom. Ja, dankjewel. Heel fijn dat je er bent. En Nadine Ridder, creatief strateeg, trainer inclusie en diversiteit en ook opiniemaker. Dank je. Fijn je te leren kennen. Fijn dat je er bent. Insgelijks. Ja. Goed, een hele lange introductie om een vrij simpel probleem aan te pakken. Namelijk, er is institutioneel racisme. En het gevoel is nu wel dat het momentum daar is om het aan te pakken. Zoals ik al zei, wereldwijde protesten zijn er geweest. Het is klaar nu. Oh, is het? Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ik heb het idee dat je... Nee, maar heb je het gevoel dat we op een keerpunt staan? Of is dit even een oprisping waarbij iedereen zijn stem even heeft laten horen? En dat we over een paar maanden weer doorkachelen zoals het al jarenlang gegaan is? Hoe sta jij erin, Nadine? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof absoluut dat we naar een nieuwe realiteit, hè? Het nieuwe normaal geldt niet alleen voor COVID. Maar tegelijkertijd betekent dat natuurlijk absoluut niet dat we er bijna zijn. En dat we er zijn. Ik denk dat er juist heel veel meer naar de oppervlakte komt. En dat ook nog wel even gaat duren. Ik merk dat ook veel mensen bang zijn dat het gesprek weer op de achtergrond raakt. En ik persoonlijk heb daar niet zoveel angst voor. Ook omdat ik gewoon het werk wat ik eigenlijk al lang doe, gaat hierover. En is voor mij, het is meer, er is een spotlight en er is nu... Kijk, Amerika, de rellen, dat gaat natuurlijk gewoon allemaal door. Het wordt allemaal nog steeds veel erger. Maar waarom is het nu anders dan anders? Want zwarte mensen en zwarte mannen in Amerika, of zwarte lichamen, die worden inderdaad, die zijn vaak slachtoffer. Dat is iets wat we al kennen. Waarom is het deze keer anders? Ja, ik persoonlijk denk dat het voor een heel groot deel te maken heeft dat racisme en discriminatie niet langer alleen door mensen van kleur en zwarte mensen als probleem wordt ervaren, maar door een steeds grotere groep ook witte mensen. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat het meer als een mainstream wordt ervaren. Omdat we in Nederland natuurlijk nog steeds een meerderheid hebben van witte mensen. En ook omdat bij de groepen witte mensen heel veel macht zit, is het heel belangrijk dat daar ook een bewustzijn ontstaat. En dat er zeker ook, ik wil het liever niet, absoluut niet zelfs over schuld hebben, maar vooral dat de verantwoordelijkheid steeds meer gevoeld wordt. En dat is volgens mij essentieel voor echte verandering. Ja, het is nu doorgedrongen tot vele lagen in de maatschappij. Inderdaad, ook bedrijven, instellingen, overheden zijn zich nog meer bewust van het institutioneel racisme waar we mee te maken hebben. Ja. Het zou tijd worden, zou je bijna zeggen. Aminata, je hebt lang in Amerika gewoond. Je bent sinds kort weer terug in Nederland. Ik hoop dat je met een frisse blik naar de Nederlandse situatie zou kunnen kijken. Ja. We hebben hier een probleem in Nederland, volgens mij. Namelijk, moeilijke onderwerpen, bijvoorbeeld racisme, die kunnen we moeilijk bespreken. Dat klopt. Als we duizenden mensen hebben staan op de Dam en van alle generaties, van alle kleuren,
gaat het niet over het feit waarom ze er staan, maar gaat het over de vraag of het een superspreading event was, of gaat het over de vraag of burgemeester Halsema wel juist gehandeld heeft. We hebben nooit de koe bij de horens gevat om het echt over dat institutionele racisme te hebben, naar aanleiding van die demonstratie. Hoe komt dat? Ja, je hebt het over een Nederlandse context waar mensen nog steeds het moeilijk en ongezellig vinden en bang zijn van, oh jee, want als we dit echt gaan bespreken, dan barst de bom los. Weet je, maar het is ook, het is niks nieuws, dat ten eerste. Weet je, dit is niet of van opeens plotseling is dit er. Maar ik denk dat alles heeft meegewerkt zodat het nu aandacht krijgt. Maar ik blijf zeggen, maar je moet ook, juist omdat ik uit Amerika kom, je moet ook die Nederlandse context begrijpen. En we zijn heel goed geweest om alles stil te houden, rustig te houden. Je ziet het niet. Dat is onderdeel van het probleem. Dus het niet zien, het niet weten, het stilhouden. Doe nou maar gezellig. Al dat soort dingen is ook onderdeel van die cultuur. Dus het feit dat mensen het niet willen benoemen of eerst over allerlei andere dingen. Oké, dat is precies zoals het werkt in Nederland. Dus om dat te, dus je kunt niet alleen daarover, maar je moet ook mensen helpen om dat te doorbreken. Want we hebben een bepaalde manier dat we ermee omgaan. Dat heel lang is goedgekeurd, of goedgekeurd, niet goedgekeurd, maar die we geaccepteerd hebben. Dus aan de ene kant heb je het probleem zelf, maar aan de andere kant heb je ook, hoe gaan we met het probleem om? Welke vaardigheden hebben we nodig om gewoon het gesprek aan te gaan, zonder dat je gaat, ja, maar nee, maar ho, maar. Maar daar ben ik inderdaad heel benieuwd naar, want er zijn een aantal reflexen waar je mee te maken hebt. Mensen die schieten of in de ontkenning, of de deur gaat dicht, we willen het er eigenlijk helemaal niet over hebben. Of er is een totale paniek of onthand zijn, want ik begrijp eigenlijk niet precies wat het probleem is. Ik begrijp niet hoe ik me uit moet drukken. Ik heb waarschijnlijk blinde vlekken. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Hoe kan je mensen helpen om stappen daarin te nemen? Ten eerste, er zijn heel veel mensen die wel willen. Hmm. Die ook niet weten hoe, maar die willen wel. Weet je, dus die, en ik denk dat daar ook meer van zijn. En ook een groot deel van de mensen die zich uitspreken is de jongere generatie. Die zeggen van, oké, in het verleden wilde je misschien stilhouden, maar nu niet meer. Dus het feit dat jouw kinderen nu hebben, ja, maar pa, ja, maar ma. Weet je, dus die jongere generatie is heel erg belangrijk. En die gaan het ook niet laten rusten. Dus al denken mee, oh, het wordt weer stil. Niet met wat ik heb gezien met die jonge mensen. En die ook naar school komen en andere dingen gaan eisen. En andere dingen eisen van hun leraren. Vandaar dat in onderwijs nu is van, oh jee, want die jonge mensen komen eraan. Mm. En we moeten iets anders bieden. Dus aan de ene kant, het is durf, het is lef, het is mensen bij de hand nemen, maar ook gevoelig zijn om te weten, ik weet dat het ongemakkelijk is, want ik weet dat je dit nooit hebt meegekregen. Mm. Dus van de andere kant, van mensen die juist veel heel ervaren zijn bij de thematiek, die er veel van af weten, moet ook een soort welwillendheid zijn voor de ander om te luisteren en om ruimte te creëren voor fouten misschien wel. Nou, niet misschien. Je kan het niet zonder fouten doen. Mm. Weet je, dat je stomme dingen gaat zeggen, that's a given. Dat je fouten gaat maken, that's a given. En dus aan de ene kant, ik begrijp, we zijn hier al zo lang mee bezig, want het is niet iets van 5 jaar, maar iets van 10 jaar. En dan heb je, ach, dus ik begrijp die frustratie. En tegelijkertijd, je hebt allerlei nieuwe mensen die er nu bij zijn. Ja, maar ik weet niet. En je, ja, hoe kan je het niet weten? They were not meant to know. Weet je, zo is dat ding. Zo is het ontwikkeld en zo is het gegaan. Dus ja, dus je hebt mensen die het heel goed weten. Mm-hmm. En mensen die het nauwelijks weten. Maar als we het anders moeten doen, dan moeten we bij elkaar brengen. Ja, dan een beetje begrip voor elkaar standpunten hebben. Dat gaat twee kanten op. En dat is het werk. En dat is het werk dat we onderschatten. Want we kijken naar wat er gedaan moet worden, maar we kijken niet naar hoe. En hoe nemen we mensen mee? En het feit dat, oké, je staat met me, maar je hebt weer iets doms gezegd. Oké, en hoe draai ik je nek niet om? Maar ik moet het doel voor ogen houden. En dat is het werk dat we vaak overslaan. Ja. Nadine, er is een wildgroei aan verschillende termen. Tenminste, dat is de perceptie bij een aantal mensen. Je hebt het over tokenism, je hebt het over cancel culture, performative wokeness. Helpen dit soort uitdrukkingen, dit soort termen om het gesprek duidelijker te kunnen voeren, om het meer begrip te creëren? Of wordt het een soort oerwoud aan de jargon dat je uiteindelijk niet meer begrijpt?
Nou, kijk, dat met kijk, ik denk dat als je het graag goed wil begrijpen, is er niet zoveel mis mee om jezelf ook goed te onderwijzen met de nieuwe termen, ook die constant verschijnen. Maar het is ook weer niet een ramp als je dan even niet weet wat een nieuwe term is. Maar ik heb wel moeite met dat er bijvoorbeeld door premier Rutte heel snel wordt gezegd van ja, die term gaan we niet gebruiken, want dan haken mensen af. Daar ben ik het niet mee eens. Als we 1,5 meter een maatschappij moet onthouden, dan kan dat ineens wel. En als het gaat over institutioneel racisme, kan het ineens niet. Dus dat heeft een dubbele lading. Maar ik vind meer dat eigenlijk al die termen gaan voornamelijk over één ding. En dat is de grote vraag die achter alle acties en al het gedrag eigenlijk ligt, is waarom doe je eigenlijk iets? Ja. Dus wat is je intentie? En wat ik ook altijd vraag is, en dat is absoluut geen oordeel aan organisaties ook waar ik mee werk, is stel jezelf gewoon heel eerlijk de vraag, waarom nu? Weet je wel, ja, waarom was dit voor jou nodig om je ogen te openen? Dat is nogmaals, dat is geen oordeel. Bij heel veel mensen is dat zo gegaan. Alleen vervolgens gebeurt er dus van oké, maar hè, wat moeten we dan doen? Mm-hmm. En dan wordt er dus iets gedaan wat dan snel performative is, omdat Dat is buitenkant. Het is alleen maar gericht op buitenkant, nou ja, en niet intrinsiek, ja, van binnen gemotiveerd. Precies. Ik zeg altijd van het is veel inclusiviteit doen, maar het is weinig inclusiviteit zijn. Dus om echt inclusief te zijn, moet er gewoon een bepaalde commitment komen. En commitment zit in geld en het zit in tijd en het zit in investering. En het zit ook in het radicaal willen veranderen van hoe je organisatie in elkaar steekt. Dus eigenlijk ook al wat jij zei, het vergt heel veel werk. Dus als je maar dan welke kijkt verantwoordelijkheid hebben organisaties ten opzichte van dit thema? Kan je er in deze tijd mee wegkomen als organisatie om te zeggen, nou, heel interessant, heel boeiend, maar het gaat mij niet aan? Nee, absoluut niet. En dat haakt ook weer in op wat jij net zei over de jongere mensen. En dat sowieso niet alleen de echt jonge mensen. Eigenlijk is het al ingezet vanaf de millennial generatie. Dat mensen zich gewoon in toenemende mate bewust zijn van alles wat er speelt. En dus ook verwachten van organisaties en bedrijven Dat zij ook bewust zijn en liever nog voorlopen, zodat zij zich daaraan kunnen optrekken. En het is vaak nu andersom. Ja. Dus daardoor krijg je die struggle. Maar welke struggle precies? Nou, dat er dus kijk, wat je heel erg merkt bij organisaties is dat ze dus het moeilijk vinden om te begrijpen dat dingen die gecompliceerd en genuanceerd zijn en op alle lagen eigenlijk van je organisatie betrekking hebben, niet op te lossen zijn met een communicatietrucje. Yeah. Dus bijvoorbeeld het zwarte vlak, er is veel over gezegd. Ja. Wel veel bedrijven hebben dat natuurlijk gedaan. Op zich, zelfs mensen die ik nog nooit over dit onderwerp heb horen spreken, hebben dat gedaan. En ik snap ook waarom. Als je je totaal niet comfortabel voelt om welke woorden dan ook te gebruiken, dan is zo'n zwart vlak natuurlijk heel makkelijk gedaan. En het is tegelijkertijd ook de kracht van social media, dat zoiets zich op zo'n manier kan verspreiden. Maar het belangrijke is dat je dus niet moet verwachten daar credits voor te krijgen. Ja. Dus de credits die gaan naar de mensen die aan de frontlinie werken, die al 10 jaar bezig zijn met keihard te werken. Dus het is niet dat je dan bijvoorbeeld, dat niemand dan zegt, oh, wat goed dat je dat zwarte vlak hebt gepost. Daar moeten organisaties aan wennen, want ze zijn vaak gewend om de dingen die ze doen, en dat wordt op social media letterlijk gemeten in likes en engagement. Dan zegt het werkt niet. En dan denk ik, nou ja, en dan is iemand daar kritisch. Nou, of het keert zich tegen je, want dat is op zich ook gebeurd bij een aantal organisaties en instellingen, die hebben het zwarte vlak gepost en daarna gewoon over hun eigen projecten weer verder gepost, alsof er niks aan de hand was. En daar zijn ze hard op aangesproken. Maar soms is het ook verder gegaan. Daar zijn ze hard op aangesproken. Maar het is zo ver gegaan dat er een boycott is ontstaan. Mm-hmm. Dus de zogenaamde cancel culture. Mm-hmm. Wat vind jij van die cancel culture? Kunnen we nog even terugkomen? Je had het over taal. Want daar wilde ik eigenlijk ook wat over zeggen. Juist ook omdat ik uit die academische wereld kom. En dus taal is ook een manier om het moeilijk te maken. Weet je, en vaak, je komt uit de academische wereld, dus dan zit het wel goed. Weet je, dus weet je, en dan gaat het weer over de taal in plaats van, ja, maar waar zijn we mee bezig? Wat zijn de doelen? En dat je zelfs kan krijgen, oké, omdat ik de taal spreek, weet je, dan hoor ik er wel bij. Jij spreekt die taal niet en dan hoor je er opeens niet meer bij. En dus
Dus taal helpt, maar taal kan ook problematisch zijn. Omdat, het klinkt, dus het lijkt alsof je wat weet. Maar we bevragen dan ook dingen niet. Ja, ja, weet ja. je? En we gebruiken die taal gewoon. En nogmaals, als het gaat van als je iedereen mee wil krijgen... Ja. dan moet je daar rekening mee houden. Ja. Maar die cancel culture. Aan de ene kant... En het klinkt misschien... Ik ben soms blij dat bedrijven hun statements maken. Ook al weten van, we weten hoe je dingen echt runt. Maar je hebt die statement. Maar omdat je die statement nu naar buiten hebt gebracht... dan kan ik je ook aansprakelijk houden. Mm. Dit is wie je zegt dat je bent. Maar hoe komt het als ik naar je bestuur kijk? Hoe komt het als ik naar dit kijk? Dan gebeurt er niks. Yeah. Je hebt die statement gezet. Dus je hebt die deur dan ook voor mij opengemaakt. Dat is één ding. Maar cancel culture... Dus aan de ene kant heb je kan mensen aansprakelijk houden. Weet je? En ook helemaal als jij jezelf naar buiten uitdraagt van dit is wie ik ben en we doen het goed. Doe je het goed? Weet je? Dus je hebt dat. Maar aan de andere kant heb je ook, je hebt een fout gemaakt, dus... Boycotten. Weg. Verlies je baan. En van, wacht eens even. Weet je, dat is wel heel erg extreem. En dus mensen aansprakelijk houden, bedrijven aansprakelijk houden... Ja, en dat is ook wat er nodig is. Je zegt dat je wil, dan moeten dit en dit gebeuren. En dan moeten we bedrijven aansprakelijk kunnen houden. Maar aan de andere kant, nogmaals, mensen gaan fouten maken. Bedrijven gaan fouten maken, gaan domme dingen doen. En als ik je dan meteen van de tafel afveeg van je mag niet meer meedoen. Ja, waar blijven we dan? Ja. Nou, Dandien, er wordt soms te heftig en te extreem gereageerd met boycotts. Hoe reageer je daarop? Nou ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, wat ik wel een goed voorbeeld vind is Nike. Nike die is natuurlijk heel actief met mooie campagnes en statements over op dit gebied. Maar er bestaat ook een Instagram-account, die heet Black at Nike's. En dat is volledig met verhalen, persoonlijke verhalen, anekdotes van mensen, hoe het echt is om bij Nike te werken. En wellicht krijgt dat niet de aandacht die hun grote campagnes... krijgen, maar tegelijkertijd is dat de realiteit. Ja. En is dat ook iets waar zij echt wel iets mee moeten? Alleen dat is, dat is niet de dag daarna, is dat niet geregeld, weet je wel? Dus kijk, ik waar ik moeite mee heb in het gebruik van de term cancel culture of boycott censuur, wordt er wel eens gezegd, is dat we kijk, als bijvoorbeeld de overheid hier voor de deur staat en hier invalt en zegt, we mogen dit gesprek niet hebben, dat is voor mij censuur. Maar we leven in een democratisch land waarin mensen vrij zijn om naar iemands show te gaan of naar iemands programma te kijken, omdat hij diegene goed vindt om wat voor reden dan ook. Of iemand, weet je wel. Dus dat is ook een vrije keuze. Dus als jij gekwetst wordt door wat iemand zegt of een standpunt die iemand inneemt, ben je ook vrij om je daarvan af te keren. En je bent ook vrij om mensen op te roepen om hetzelfde te doen. Net zo goed als je ook iets mag promoten. Dus ja, wat ik heel gevaarlijk vind aan cancel culture is dat het heel snel gekaapt wordt eigenlijk als excuus om... Ja, dan toch maar niks te hoeven doen. Want kijk, dan gaan we helemaal de verkeerde kant op. Dus kunnen zeggen dat cancel culture gekaapt is door rechts? Om juist de mogelijkheid van mensen te ontnemen... om mensen aansprakelijk te stellen of aansprakelijk te houden voor hun uitspraken. Ja. En het moment dat je dat doet, wordt er al geroepen cancel culture... terwijl dat misschien nog niet eens aan de hand is. Nee, het is heel makkelijk. Weet je, het is heel makkelijk om te zeggen van... maar tegelijkertijd ben ik het ook met jou eens. Ik ben ook niet... Kijk, er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die dus ontslagen zijn... Naar aanleiding van echt vreselijke racistische uitingen of gedrag. Ja, dan denk ik dat kun je ook niet op de werkvloer doen. Dan word je ook ontslagen. Dus daarin vind ik dat een grijs gebied. Maar ik denk dat je gewoon altijd moet kijken van wanneer wordt het. En daarom vind ik het wel belangrijk om in ieder geval voor jezelf... om die termen zo goed mogelijk te begrijpen. Dat als iemand hem erin gooit, dat je ook weet van... maar waar heb... Of vraagt, vooral vraagt. Ja. Hoe bedoel je dat? En wat bedoel je daarmee? Want mensen kunnen dat dan vaak ook niet zo goed uitleggen... als het gewoon alleen maar in een straatje uitkomt. Dus ja, het heeft voor mij wel echt twee kanten. Maar ja, wat ik ook al even in het voorgesprek zei... ik vind ook als bedrijf, je kunt ook iets ontvangen. Hè? En dat is ook wat heel moeilijk gevonden wordt. Dus niet meteen... beledigd zijn of in paniek raken om... we worden misschien gecanceld, maar gewoon kwetsbaar zijn... en zeggen van, we hebben dat niet op die manier bedoeld. En we gaan, en dan niet alleen we gaan eraan werken... maar ga er ook aan werken. En, ja, ja. En weet je, en dus dat hoort er gewoon heel erg bij. Dat is ook in persoonlijke relaties is dat zo. Ik zeg soms ook dingen waarvan ik... die ik soms terughoor, dat ik denk,
Dat zit dus blijkbaar zo diep in mijn systeem dat ik het nog steeds moeilijk vind om daar andere woorden voor te vinden. Dus... Ja, je moet durven hand in eigen boezem te steken en je moet durven te luisteren ook. Alleen je moet niet bij luisteren blijven. Je moet daar vervolgens ook acties aan verbinden om te zorgen dat het een structurele verandering is. Ja, zeker. En bedank iemand. Kijk, als iemand. Ik krijg ook vaak kritiek op de dingen die. Of initiatieven die ik heb gedaan. Of weet je, er zijn altijd mensen die zeggen van ja, maar dit is niet de manier. En dan ik luister dan ook oprecht en zeg bedankt voor jouw feedback. Ik neem het mee en ik ga kijken of ik het beter kan doen. En soms denk ik, nou, ik ben het er niet mee eens. Ik doe het toch op mijn manier. Maar zo moet je de hele tijd een afweging maken. En ja, de meeste mensen /organisaties/bedrijven hebben daar niet de hele tijd zin, tijd. En daarom zeg ik ook commitment. Nee, soms ben je ook gekwetst. Hè? Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Soms ben je gekwetst en ben je nog niet in staat om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt. Of schiet je zo de verdediging in. Ja, maar daarom wil ik heel erg waken voor dat fout en verkeerd de hele tijd. Want het is... Mm-hmm. Ja, weet je wel, wat is fout, wat is verkeerd? Het is op het moment dat jij tegen mij zegt, het kwetst mij dat jij dat, weet ik veel, wat iets zegt. Dan luister ik daarna en dan neem ik dat serieus. En dan ga ik onderzoeken en dan denk ik, oké, is dit terecht? Ja. Maar op dat moment reageren met ontkenning of bagatelliseren of wat dan ook. Dat vind ik gewoon geen constructieve reactie. En natuurlijk, iedereen. Ik reageer ook uit emotie. Hè? Dus ik reageer meer op emotie als ik merk dat mensen mij bijvoorbeeld seksistisch of misschien racistisch bejegenen. En dan ga ik ook in mijn emotie. Dus ook waar we het op het begin over hadden, over volwassenheid. Ik denk ook wel dat we nu meer in de periode komen waarin mensen zich dus bewuster worden van hey, wat gebeurt er eigenlijk met mij? Ja. Op het moment dat iemand iets zegt waar ik me niet fijn bij voel. Helder. De tijd zit erop, helaas. We zijn geworden geregeld door de tijd. Het is goed om dit onderwerp even aan te snijden. We zouden natuurlijk veel langer hierover door kunnen praten. Maar voor nu moeten we het hierbij laten. Dankjewel, Nadine. Je bent te vinden online op het platform We're All Activists. Ja. Heel kort, wat is dat? Het is eigenlijk een verzamelplek waar je alle stukken die ik ooit heb geschreven kunt vinden. We gaan het opzoeken. Yes. Nadine Ridder, dank je wel voor je bijdrage. Jullie ook bedankt. Wij gaan nu live via Zoom spreken met Anne van der Ven. Anne van der Ven heeft zich de afgelopen jaren onderwezen in institutioneel racisme. Heeft er veel over gelezen en over haar ervaringen gaan we het nu hebben. Anne, welkom in het programma. Hoi. Je hebt in de afgelopen jaren een hele zoektocht gedaan naar institutioneel racisme. Je hebt besloten dat die zoektocht publiek te maken. Waarom heb je die stap genomen? Ik wil ten eerste zeggen dat ik niet... Ik ben wel al heel lang met dit thema bezig, maar ik zou mezelf niet zo introduceren. Ik heb de website Wit Huiswerk online gezet. En dat is inderdaad een verzameling bronnen die ik ook voor mezelf had verzameld. Dus boeken over racisme, podcasts, artikelen die er inzicht in geven. En de reden dat ik dat online gezet heb, is omdat ik heel veel witte mensen om me heen hoorde. Wat erg. Maar ja, wat kan ik doen? Eigenlijk wat er net ook al een paar keer besproken werd. En ik dacht, nou, dat excuus moeten we in ieder geval weg kunnen nemen. Ik vind eigenlijk heel erg dat het nodig is. Omdat ik denk, als je een appeltaart wil bakken, dan google je dat ook. Dus als je je nu iets in wil zetten voor dit onderwerp, dan is het minste wat je kunt doen dat opzoeken. Maar als dat een bridge too far is en we moeten iedereen meenemen, of in ieder geval zoveel mogelijk mensen, dan is het minste wat ik kan doen in ieder geval die informatie even verzamelen. Ja. Hoe ben je begonnen? Want wat ik zo net ook al zei, het is voor heel veel mensen in dat oerwoud van jargon, maar ook in niet weten wat goed of slecht is, brengt het een soort verlamming teweeg. Heb jij die verlamming ooit ook ervaren? Ik heb die verlamming zelf niet ervaren, omdat ik... Maar ik begrijp het wel. Omdat het dus de hele tijd gaat over goed en fout. En Nadine gaf al even aan, misschien moeten we daar een beetje bij wegblijven. In de zin van, ik denk dat er heel veel witte mensen zijn die niet tegen onrecht kunnen. En dat heel erg vinden. Maar zich laten stoppen door angst om het fout te doen. Zeker als het aankomt op racisme. Dat ik denk, ja, we have to toughen up gewoon. Hoe kan het zijn dat we zo slecht om hebben leren gaan met het ongemak van iets fout doen? Nou en, dan struikel je een paar keer en dan ga je weer door. Dus ik vond het zelf niet zo erg en ik hoop ook echt dat andere mensen steeds
meer voelen dat je beter gewoon je best kan doen. Met alles vind je dat normaal. Met leren fietsen, met alles. Dus ja. Ook met dit soort gesprekken. Het is gewoon trial and error. Ja. En nou goed, het is natuurlijk de ruimte om fouten te maken. Jezelf ook toestaan om fouten te maken. En toestaan dat de ander fouten maakt. Zoals gezegd, op Wit Huiswerk kan je veel artikelen en informatie vinden over institutioneel racisme. Hoe wordt er gereageerd op de website? Nou, de website heeft heel veel aandacht gekregen. Het was eigenlijk iets wat ik alleen in een paar WhatsApp-groepen gedeeld had. En die aandacht is eigenlijk voornamelijk positief. Wat ik zelf super hoopvol vind. Ook een klein beetje disturbing, want het legt ook heel goed het probleem bloot dat als een wit persoon iets maakt met een soort witte tone of voice in een witte comfortzone van een bepaalde uitziende website, dat dan opeens heel positief ontvangen wordt, terwijl al die informatie is er al jaren, als in Anton de Kom is al 100 jaar geleden. Ik bedoel, maar het is heel positief ontvangen vooral. Nou, dat is verheugend. Dat wordt ook goed bezocht. Afsluitende vraag. Welke stappen moeten instellingen nemen, in jouw gevoel, die zich hierin willen verdiepen en willen zorgen dat bewustzijn ook binnen instellingen of binnen een bedrijf groeit? Nee, zoals je dat met ieder ander onderwerp doet, ga je inlezen. Ik denk dat je echt inderdaad uit moet kijken voor performatief zijn. Dus ga je verdiepen en dan volgt eigenlijk je zijn vanuit daar. Dus begin niet met, oké, ik wil nu allemaal inclusieve acties ondernemen. Begin eens met zelfonderzoek, met het lezen van boeken. En dan volgen eigenlijk je acties vanuit die kennis. Ja, helder. Dankjewel. Ik wens je ontzettend veel succes met Wit Huiswerk. Ik hoop je nog in levende lijven te ontmoeten. Het is altijd raar dat dit soort gesprekken via Zoom plaats moeten vinden. Maar in ieder geval ontzettend bedankt voor je bijdrage. En tot de volgende keer. Aan mijn tafel is inmiddels aangeschoven Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger. Want we hebben het natuurlijk over dit thema. We maken verschillende programma's, elk in Pakhuis de Zwijger, die gaan over institutioneel racisme. Maar soms merk je dat binnen een organisatie er ook nog zelf fouten worden gemaakt. En dan is het ook tijd om hand in eigen boezem te steken. En daarom vind ik het heel fijn dat je hier aan tafel zit. Want wat is de reden dat je hier bent aangeschoven? Wat is er gebeurd? Ja, in het begin van het gesprek is het gegaan over fouten maken en blinde vlekken hebben. Ja, we zijn er keihard op gewezen deze zomer. We hadden besloten om deze zomer door te gaan met onze programmering en niet een zomerbreak te hebben. Een van de programmaseries die we deze zomer hebben gerealiseerd is Thuisvest. Een reeks van 8. Over de festivals die dit jaar allemaal niet zijn doorgegaan in de stad en de regio. Waar we steeds 2 festivals bij elkaar gebracht hebben om het verhaal te vertellen van wat er gebeurd is. Wat gebeurt er met zo'n festival als je dat moet annuleren. Met alle mensen die daar met hart en ziel aan gewerkt hadden. En in veel gevallen hebben toch al die festivals een alternatief ontwikkeld. Dus ook daar kwamen de mensen vertellen wat ze zijn gaan doen. En we hebben uitgenodigd de directeuren, in sommige gevallen een hoofdprogrammering. In een aantal gevallen is er een artiest meegenomen of andere betrokkenen. Een mooie serie waar we steeds in elke aflevering 2 festivals tegen elkaar hebben gezet. En zo ook was er een aflevering met het 1 keer in de 5 jaar plaatsvindende sale. En digital, wat normaal gesproken plaatsvindt op de NDSM-werf. 2 programmamakers betrokken die het programma ontwikkeld hebben, het contact gezocht hebben met de betreffende festivals. En dan hoort er in de procedure of in het proces van zo'n programmamaker, moet je dat op een gegeven moment ook in je agenda plaatsen. En dan moet je daar een beelden bij zoeken om enerzijds te koppelen aan zo'n programmapagina, maar daarna ook te gebruiken om je promotie te doen. Zo ook in dit geval, dus beide programmamakers hebben, en daar zijn we heel goed in getraind, in ieder geval gezocht bij de rechtenvrije foto's. Want dat kan je altijd heel goed
afstemmen met de betreffende festivals of partijen waar je die programma's over of met meemaakt. En zo ook is dit hier gebeurd. Aan de ene kant is er een beeld verworven van Sail. Een prachtige foto van een tollship, een in 2000 gemaakt gebouwd schip met de naam Amsterdam. Een stad Amsterdam. Prachtige foto. En aan de andere kant is programmamaker op zoek gegaan naar een beeld. Aangeboden door Digital. Heel veel beeld was aangeboden door Digital, waar een beeld uit is gekozen. Mm. En omdat de betreffende programmamaker het jaar daarvoor bij Digital aanwezig was en daar een aantal hele mooie optredens heeft gezien, viel de keus op een prachtige foto van DJ en producer Carista. Mm. Zwarte vrouw, DJ, die een waanzinnige set had gedraaid op dat festival van 2019. Dat waren de twee gekozen foto's. Op zich niks mis mee. Behalve op het moment dat die twee beelden gecombineerd werden. Zoals hier te zien is. Wat een nogal ongemakkelijk beeld heeft opgeleverd. Om twee redenen. A, omdat Carista niet iemand was die hier aan tafel werd uitgenodigd om vanuit haar artiest zijn te praten over dat festival. Dus in die zin, waarom hebben we überhaupt gekozen voor deze foto en niet op een veel ruimer beeld van het festival, een luchtfoto met grote stages en een hoop publiek. Ja. Dit was overigens vanuit het fan zijn. Deze programma maakte een enorme fan van Carista. Kwam die foto in het palet tegen en dacht van Digital is voor mij Carista, Carista is voor mij Digital. Daar, vandaar die fotokeuze. En nogmaals, de foto van Sail kwam uit een andere hoek. Maar in eerste instantie heeft Carista al zo aangesproken op het feit van waarom gebruik je überhaupt mijn foto als ik hier niet aan tafel zit. Ja. En je hebt naast rechtenvrije foto's heb je ook nog zoiets als portretrecht. En ze was niet gevraagd om deze foto te mogen gebruiken. We hadden daar ook de foto niet voor betaald. Dus dat was het eerste waar ze ons op aansprak. Maar het tweede, het beeld hebben we net voorbij zien komen, is natuurlijk een ongelooflijke, ongemakkelijke combinatie van die beelden. Waar Carista gewoon, waar we haar niet alleen heel kwaad mee hebben gemaakt en boosheid en pijn naar boven is gekomen, maar wat voor ons uiteindelijk ook een hele gênante geval is geweest. Hè? Want dit hadden we natuurlijk ergens onderweg moeten, een trigger moeten zijn. Nog bij de programmamakers, nog bij onze jongen die de DTP doet en die de beelden tegen elkaar aangezet hebben, zoals we dat bij al die festivals hebben gedaan. Als ook in de laatste, want dan staat het op een gegeven moment in het back-end klaar. Ja, ja. Ook de laatste slag om dat te publiceren. Is er gewoon geen alarmbel afgegaan. Nou, echt de blinde vlek waar we het zo net over hadden. Ja, nogal een blinde vlek. Hè? Dus wat is er daarna gebeurd? Wat hebben jullie daarna gedaan? Nou ja, behalve dat we nadat we overzet. Dus misschien is nog wel het pijnlijke is dat het gewoon 2 weken online heeft gestaan. En dat niemand van onze eigen mensen, niemand van onze directe omgeving ons daarop gewezen hebben. Maar dat Carista zelf en haar management ons hier hebben op moeten attenderen. Nou, dat is best schokkend als je dan naar je organisatie kijkt en ook naar mezelf. Ik denk van, het is gewoon niet opgekomen. Als eerste moesten we, en hebben we ook meteen gedaan, natuurlijk onze excuses aangeboden aan Carista, aan management, maar ook aan Digital. Ja, want Digital was niet verantwoordelijk voor het aanleveren van dit specifieke beeld. Mm. Maar dat hebben we zelf uit een palet van beelden gekozen. En omdat het maken van programma's onze core business is, hebben we ook op dat moment meteen besloten, we moeten hier ook een programma over maken om dat gewoon deze ervaring te delen. Mm. Het aan de orde te stellen en ook vooral te kijken van wat kun je daar aan doen. Ja. Hoe kun je dat verbeteren? Nou, en dan vraag je van wat hebben we daar dan nog meer op gedaan? We zijn natuurlijk meteen gaan analyseren van hoe heeft het in godsnaam kunnen gebeuren? Mm-hmm. In al die stappen die zijn doorlopen, eerst met de betrokken programmamakers, communicatiemedewerkers, daarna met het hele team en nog een aantal betrokkenen daaromheen. En dan is in ieder geval aan de ene kant, we kijken altijd naar de schoonheid van de beelden en of die triggeren. Maar ja, dat die beelden
handen tegen elkaar aangezet is. Zo ongemakkelijk. Nou, en dan zie je dus dat het niet alleen maar gaat over de keuze van de beelden aan zich, maar ook over de betekenis die die beelden hebben. En zeker als je beelden tegen elkaar aanzet. Mm. Ja, en dat is dus nou, in ieder geval gebleken een behoorlijke blinde vlek te zijn. Waarbij we in ieder geval heel snel dat proces zijn gaan structureren. Dat had al die stappen al, maar niet met dat bewustzijn dat je daar dus expliciet op moet letten. En het sloot eigenlijk op zich al heel goed aan bij een proces wat we begin dit jaar hebben opgestart met een aantal externen erbij, waarmee we een code of conduct hebben ontwikkeld. Met name omdat we hier natuurlijk normaal gesproken met een zaal vol met heel veel mensen zitten. En dat publieke gesprek, dat moet je gewoon heel zorgvuldig voeren. En zeker op een plek waarvan wij vinden dat we een hele veilige plek moeten zijn. Maar zo'n code of conduct, hoe stel je dat voor? Die code of conduct die is zich in eerste instantie gaan richten op hoe spreek je mensen aan in een publiek gesprek. Welke woorden gebruik je wel en welke woorden gebruik je niet. Want ook daar hebben we een paar ongemakkelijke ervaringen mee opgedaan, waar we ook publiekelijk op zijn aangesproken. En wat ons in ieder geval daar heel snel in geacteerd hebben. Code of conduct, welke woorden gebruik je niet? En vooral ook hoe gedraag je in als moderator bijvoorbeeld, hè, in de zaal. Maar ook hoe maak je keuzes in een line-up? Welke overwegingen gebruik je daarvan? Maar als één moderator ding staat, maak ik me zorgen. Want dan denk ik, ja, maar wacht even. Word ik nu bij elk programma dat ik ga doen in een soort keurslijf gedrongen, waarbij ik eigenlijk niet meer vrij ben om te praten? Of werkt het niet zo? Nee, niet een keurslijf. Maar het geeft aan, gegeven de ontwikkelingen in deze tijd, wat wel gewenst is en niet gewenst is. En vooral dus om een veilige omgeving voor iedereen te kunnen bieden. En want dat wil dit huis zijn. Maar één ding wat we daar dus te weinig en zeker niet expliciet aan de orde hebben gesteld, is dat beeldgebruik. Dat is ons nu in ieder geval keihard mee geconfronteerd. Zijn we dat daar dus nu ook in opnemen. Door corona, eerlijk gezegd, omdat we elkaar gewoon niet meer ontmoeten. En alle programmamakers en moderatoren allemaal in één op eentjes werken. Maar we hebben dit versneld, dus we zitten binnenkort met het hele team, met alle moderatoren erbij, om niet alleen die code of conduct nog een keer goed door te nemen, maar ook dit bewustzijn van die beelden en de betekenis van beelden in deze tijd in bepaalde contexten heel goed met elkaar door te spreken. Ja, ja, er zijn bepaalde stappen die jullie hebben genomen ook om te voorkomen dat het in de toekomst gaat gebeuren. We hebben het inderdaad met Aminata net gehad over fouten durven maken en daar dus ook consequenties aan verbinden. Mm-hmm. Heb jij tips? Jij hebt ervaring bij instellingen of instituten ook Die zich bewust zijn van biases, of die om moeten leren gaan met hun biases en die daarvan moeten leren. Heb jij tips? Welke stappen zouden nog meer genomen moeten worden om te zorgen dat het foolproof is bijna? Ja, maar het is nooit foolproof. Laten we daarmee beginnen. Helaas. Weet je, dus het is niet van, je doet het goed en dan opeens is dat ding dat het fout. Het is gewoon, it's messy. Hmm. Weet je, de staf is messy. Weet je, en één stap naar voren, twee stappen terug. Één stap naar voren, twee stappen. Maar ben je bereid to move with the mess and to work with the mess? En niet van, oké, we zijn goed en oh jee, we doen het fout. Weet je, dat hoort erbij. Ik bedoel, je hebt nu een directeur die aan tafel zit en die zijn verhalen op tafel legt. Dit is wat er is gebeurd. En we hebben het, weet je, hoeveel mensen doen dat? Hmm. Weet je, meestal is het van, oh mijn god, PR, damage control. Dat is meestal wat je krijgt. Ja, ja. Weet je? Maar je kunt ook zeggen, ja, oké, weet je, er is iets misgegaan. en het feit dat zij dat heeft moeten aangeven, weet je, ze hebben alles geanalyseerd. En dan ga je kijken, oké, hoe kan het dat dit is gebeurd? Dat is het werk. Ja. Maar even advocaat van de duivel, dit had natuurlijk nooit moeten gebeuren. Dit hadden ze toch moeten voorkomen? Gebaseerd waarop? Ja, omdat je het goed wil doen, is niet genoeg. Weet je, we hebben een geschiedenis van hoeveel honderden jaren dat op een bepaalde manier werken. En het is leuk dat we het goed willen doen, maar we zijn op een bepaalde manier getraind. We zijn op een bepaalde manier geconditioneerd. Weet je, ik weet zeker als ik of ik had gezeten, that's not gonna happen. Mm-hmm. Ik weet zeker van, oh nee. Weet je, maar, en ik kom zelf uit een plek waar ik de enigste was. Mm-hmm. En waar iedere keer van,
Omdat niemand het zag. Ja. En het zijn hele aardige mensen die het heel goed willen doen. Maar weet je, mijn levenservaring, daar zijn ze niet mee bekend. Zij zijn niet mee bekend met hoe vaak dit gebeurt. Of dat ik als token word gebruikt of dat het pijn doet. Daar zijn ze niet mee bekend. Ja. Dus dan kunnen ze dat ook niet kwalijk nemen. Maar tegelijkertijd, en hoe gaan we het anders doen? Hmm. In plaats dat we in de kramp schieten van, oh, jij wordt fout gaan, de mensen mogen niet weten. En wat zegt dat over ons? It tells me that you're human. Welcome to the club. En ja, en dus dit, maar dit is ook het werk. Dit is het werk. En om dan toch door te zetten, oké, we gaan hier iets mee doen en we gaan het anders doen. Dat is het werk. En dan, ja, nou ja, ik heb genoeg gezegd. Ja. Dus, Nee, goed. En nog de laatste advocaat van de duivel interventie van mij. Wat zou je nou zeggen tegen mensen die Egbert hebben gehoord en die denken, ja jongens, hier wordt wel heel spastisch gereageerd, zeg. Er is één foutje gemaakt. Moet dan het hele bedrijf op zijn kop worden gezet? Wat aanstellerij is dit? Ja, maar het gaat om wie wil je zijn. Weet je, en we hebben zat mensen die zeggen over wat ze willen zijn, maar wat ben je bereid om het echt anders te doen? Want we zijn al zoveel jaren ermee bezig en we doen half iets en een beetje hier en een beetje dit. En dan, dan krijg je dus van ja, er verandert niks. Nee. Maar en voor mij, het was juist mooi, want we weten waar Pakhuis de Zwijger voor staat. Dus het feit dat Pakhuizen Zwijger zegt, you know what, we screw up too. En we doen de deuren open, zodat je kan zien hoe, en we laten je zien hoe we het aanpakken. Dat is wat je wil. Hmm. Weet je, maar dan is het ook van, waar wil je echt voor staan? Wat ben je echt bereid om te doen? Ben je echt bereid om te zeggen, weet je wat, we gaan met de billen bloot. De meeste mensen, de meeste bedrijven willen dat niet doen. Hmm. Laten we het snel mooi iets moois ervan maken en dan gaan we weer door. Maar, you know. Dat is het werk. Dankjewel. Echt met ook bedankt. Ja, dit is wel precies waar het over gaat. Hè. Wij verwachten met het uitnodigen van mensen die we hier op het podium zetten, dat ze ook er vol voor gaan. Dat ze eerlijk zijn. Dat ze hun verhaal vertellen en delen. Omdat onze plek een plek is waar we van elkaar leren. Continu. Elke dag. In elke ontmoeting gaat het over van hoe doe jij het? Hoe doe ik het? Hoe kijken we samen naar die wereld toe? En hoe maken we met z'n allen een beetje beter? Hè? Daar gaat het over. En nogmaals, daar gaat het over het creëren van veilige ruimtes. En wij hebben nu daar in dit voorval, best tragisch voorval. Hè? Nog even één ding memoreren. In diezelfde week hebben wij het grote racismegesprek hier georganiseerd. Samen met Clarice Carkaert en VPRO. Hè, als alternatief voor datgene wat in Rotterdam met Jort Kelder gebeurde. En je kan het je dus bijna niet voorstellen dat het in één week gebeurt. Aan de ene kant zit je er vol in. En aan de andere kant hebben we dus gewoon met z'n allen met de handen voor de ogen gezeten. Ja. En iets niet gezien en laten gebeuren. En dan stond het er ook nog eens een keer 2 weken. Ja. En dus, ja. Maar dat bewustzijn, dat moet je organisatie mee innemen. Om geloofwaardig ook te blijven. Ja. Geloofwaardig naar al die gasten waar je ook hun bijdrages vraagt. Ja. Dus en daar blijven we ook mee doorgaan. Er zijn genoeg programma's die daarover gaan. Maar ondertussen wordt er intern ook nog zo gehandeld en geschoven dat daar die blinde vlekken langzaam weer zichtbaar worden. Ja, en opgehandeld kan worden. Ja. Nou, misschien nog één ding. Heel specifiek, hè, want wij manifesteren ons natuurlijk in de maatschappelijk-culturele sector. En met een partij waar we al een tijd mee optrekken, zijn er een aantal reeksen nu uitgezet. Maar één specifieke reeks wil ik toch wel even noemen. En dat is met de mensen van Right About Now. Met Marjorie Boston en Maarten Hinten. Die mede-initiatiefnemers zijn geweest om een brief te zetten in de theaterkrant. Met de titel Wij zien jullie. Waar heel veel respons op is geweest. Heel veel mensen die dat hebben opgepakt, ondersteund en verder hebben gebracht. En met hen en de groep daar gaan we de komende maanden in ieder geval specifiek gericht op de culturele sector een programmareeks maken om nou ja, dit bewustzijn te vergroten. Want het is er op heel veel plekken niet. En er worden heel veel fouten gemaakt, maar die moeten we wel bij elkaar brengen om het in die zin beter te gaan doen. Nou goed, en je hebt mijn bruggetje al gemaakt. Ik ga jou eerst bedanken. Dankjewel dat je hier bent aangeschoven. Dankjewel dat je het verhaal hebt verteld. En zoals gezegd, en dankjewel om ook hier te zijn, want we leren heel veel van jou en anderen. Heel goed. Zeker.
We gaan door naar onze volgende gast die ons via Zoom vergezelt. En dat is Marjorie Boston. Zij werd zo net inderdaad ook al genoemd van via Right About Now Inc. Een van de initiatiefnemers van de brief Wij Zien Jullie. Egbert heeft al verteld, grote sponsor geweest. Marjorie, welkom in het programma. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Er is een brief geschreven naar de culturele sector waarbij jullie ze eigenlijk aangesproken hebben op de verantwoordelijkheid die ze hebben in het kader van inclusiviteit en diversiteit. En eigenlijk op een pittige manier blootlegde wat voor achterstand er op dit moment is. Wat zijn de reacties op die brief geweest? Allereerst is het wel belangrijk om te zeggen dat het ook echt een hartekreet was, ook daarbij. Heel belangrijk, omdat we het ook heel essentieel vonden om ook de emoties te delen. De reacties die we hebben gehad zijn meer dan we verwacht hadden. Het is generatiebreed. Binnen de kunstensector. Maar ook qua instellingen of verschillende sectoren binnen de kunstensector heel breed. Dus wat ik daarmee bedoel, nieuwe makers, mid-career makers, grote instellingen, kleine instellingen, mensen die zich op een creatief of culturele vlak vanuit het maatschappelijke of vanuit wetenschap zich binnen de culturele sector begeven. Dus het was heel erg breed. Ik was degene met name die alle reacties moest ontvangen. En mijn mail en mijn smartphone was ontploft. Nou, dat zegt al heel veel. En de reden waarom ook is omdat wij het heel belangrijk vonden, ik en de andere initiatiefnemers, om ook echt persoonlijk te reageren als men behoefte had om verder te gaan dan ik zet mijn naam eronder. Dus om ook naar aanleiding van die brief de eigen ervaring te delen of het niet weten te delen of ook de woede te delen. De woede over hoe het gaat in het veld, maar ook de woede naar ons toe. Dat hebben we ook meegemaakt. We vonden het heel belangrijk om daar plek voor te maken. Ja. En, De brief die jullie hebben geschreven, die heeft inderdaad een grote respons teweeg gebracht. Volgens mij meer dan 1200 mensen die het ondertekend hebben. Dit brief is ook geïnspireerd op een brief die naar Broadway-producenten is geschreven in eerste instantie. Dat was de inspiratiebron waar jullie op verder hebben kunnen bouwen. Nu is de waarheid weer barstig. Het is natuurlijk heel moeilijk om een hele sector te veranderen. Dat lukt in Broadway bij lange na niet. Waarom heb je het idee dat het in Nederland wel mogelijk zou kunnen zijn? Nou, die brief is niet opgesteld om op een hele korte termijn een sector te veranderen. De brief is echt opgesteld en gedeeld om op een hardere manier noten te kraken. En in die zin de hoop uit te spreken dat het verder zal gaan dan alleen maar de seat at the table, waarbij je koffie mag drinken, maar wanneer er gegeten moet worden, moet je weg. En dat was heel erg belangrijk. We hebben daarom ook heel bewust niet een lijst van eisen eronder geplaatst, wat We See You What wel heeft gedaan. Mm-hmm. En de reden waarom wij dat niet hebben gedaan is omdat wij het ook erg belangrijk vonden om het gesprek aan te gaan en dan op maat samen uit te zoeken of te onderzoeken hoe wij verandering zouden kunnen aanbrengen binnen een specifieke instelling of binnen bepaalde subsidie of bepaalde bepalers binnen het culturele veld. Ja. Vonden wij essentieel. En
dit was gevoelsmatig ook. Dat we dachten, we gaan het niet, we gaan het zo doen. En daar heeft het wel naar geresulteerd. Dus het is, we hebben nu ondertussen toch een aantal, behoorlijk wat aantal gesprekken vinden er nu plaats, die niet alleen maar door ons worden gevoerd, daarom ook de mede-ondertekenaars, die wel ook deelgenoot maken van het gesprek en verder dan dat. Dat gesprek gaat natuurlijk hier ook plaatsvinden in Pakhuis de Zwijger, in de serie programma's die jullie gaan ondernemen. En daarbij is het belangrijk om trends te duiden, bewustzijn te vergroten en concreet handelingsperspectief te ontwikkelen. We hebben ook een eis gesteld aan iedereen waarmee we praten, is dat we binnen 2 jaar moet er verandering komen, anders vertrekken we weer. Gaan we niet meer praten. Heel dus, goed. Ultimatums werken, altijd steengoed. De tijd zit ertussen, helaas weer op. Ja, het is echt een race tegen de klok, dit programma. Er zijn hele interessante gasten die veel te zeggen hebben. Ook met jou zou ik langer door kunnen praten. Maar helaas zit de tijd ons in de weg. Ik ga in ieder geval met grote interesse naar jullie programma's kijken. Ik wens jullie ontzettend veel kracht en sterkte om deze strijd door te blijven voeren. En het is inderdaad taaien, zoals Aminata ook zegt, er moet ruimte zijn voor fouten. We zullen vallen en opstaan en 2 stappen naar voren en 2 stappen terug doen. Maar de stap die jullie naar voren hebben gezet met die brief, die is onmiskenbaar. En ik hoop dat die wordt vervolgd in het programma's die jullie gaan maken. Dankjewel, Marjorie. Ja. Inmiddels aan tafel is ook aangeschoven Jerry Afrije. Fijn dat je er bent. Ja, mag ik Marjorie bedanken? Want in 2011 waren we gestart met de Zwarte Pieters Racisme Campagne. Ja. En we waren met een tentoonstelling bezig, Zwart van Roet. Ja. En we konden nergens terecht. En zij gaf ons onderdak om dat te doen. En het heeft veel mensen de ogen geopend. Ja. Dus ik denk dat soort initiatieven en mensen die echt met hart voor de zaak doen wat ze doen, denk ik dat ze gewoon verdienen om ook erkend te worden. Zeker. Dus echt dit is, bedankt. De solidariteit daarin is natuurlijk ontzettend van belang, om te zorgen dat je ruimte voor elkaar maakt, elkaar ruimte geeft. En wat jij ook, Aminata, zei, schouder aan schouder staat om de goede zaak te doen. En we hadden geen geld, we hadden niks. We hadden zeggingskracht. We hadden gewoon van. En jullie hadden een doel. Van, come on, help us. Maar in de tussentijd is er heel veel veranderd. Van die ene expositie waar je geen ruimte had om te exposeren, waarbij Maatje die geholpen heeft. Ja. Zijn jullie nu net gisteren teruggekeerd namens Kick-Out Zwarte Piet. Jij niet persoonlijk, maar wel mensen waar je mee samenwerkt. Van een gesprek team, met minister-president Rutte. Ja. Je bent gemainstreamd. Ja, we zijn semi-mainstream geworden. Maar desondanks, wij bekijken, we zijn nog steeds grassroots. Je moet gewoon, je hebt een doel voor ogen. En zolang het doel in behoud is, moet je gewoon proberen zoveel mogelijk dicht bij jezelf te blijven. Hoe ging het gesprek? Het was constructief en inhoudelijk. Wat heel fijn is, omdat daar aasden we op. En we hadden ook als doel om bij de betreffende ministeries terecht te komen. Omdat je minister-president kan zelfs morgen de kop kosten. Kan zijn dat hij morgen. Pas op wat je zegt. Voor je het weet wordt dit als een bedreiging geïnterpreteerd. Okay. En dan word jij gecanceld. Morgen kan zijn dat hij geen minister-president meer is. En het kan ook zijn dat ministers ook vertrekken. Is een beetje, je gaat van die ene naar die andere. Dus je wil iets vastigheid hebben. Je wil vastigheid hebben. Hmm. En dan moet je bij de ministerie zijn. Want de spelers veranderen, maar de game niet. Ja, dus bij de ambtenaren, de hoge ambtenaren die bij de ministeries werken, daar moet het landen. Want en wij hebben gesprek met ze 28 september. Hmm. Als ik het goed heb. En dan is het tweede gesprek. Geloof je dat er daadwerkelijk iets kan veranderen? Of geloof je dat de. Kijk, dit gesprek met de minister-president, hoe dat tot stand gekomen is. Het is natuurlijk, hij heeft eerst met andere mensen gepraat. En door de publieke druk, terecht, werd er gezegd, je moet ook met deze mensen aan tafel gaan. Daar heeft hij aan toegegeven. Denk je dat dit de eerste stap is in de verandering? Of denk je dat dit weer die performative actie is, die alleen maar voor de vorm, dat hij kan zien laten zien in de media, dit gesprek hebben we gevoerd, afvinken, hoeven we niet meer te doen? Kijk, ik hoop het laatste niet. Maar end of the day, wij kijken dingen one step at a time.
En de stappen die tot nu toe is genomen, in ieder geval gisteren het gesprek, daar weten we van oké, we kunnen verder voortborduren. Dus het, kijk, natuurlijk, je bent kritisch, maar je probeert ook elke pad te bewandelen om te kijken hoe ver het je kan brengen. Ja. Want wij hebben ook heel veel risico's genomen. We hebben van alles geprobeerd. Huiskamergesprekken tot dingen, protesteren, burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus je probeert en je ziet wel waar het komt. Maar het belangrijkste is dat elke stap dat je probeert of neemt, dat het je iets dichter bij je doel brengt. Ja. En ik denk dat wij gisteren, doordat wij nu in ieder geval, je moet ook niet onderschatten zo in gesprekken. Want 2 jaar geleden werden we een soort van terroristen genoemd. Precies. En nu zit je met de hoogste ambtenaar van het land. Zit je dan samen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij proberen in ieder geval naar het doel te blijven kijken. We hadden gisteren ook moddergevecht kunnen worden. Want hij heeft ons wel in meermaals in gevaarlijke situaties gebracht. Door zijn uitspraken en standpunten in het verleden. Mm-hmm. Maar als je eenmaal zit, denk ik wel aan de mensen die ons afgelopen zomer hun verhaal hebben gedeeld in Overijssel, in Friesland. En ik weet, de volgende generatie kan hun echt niet schelen of we overweg konden met elkaar. Ze willen alleen weten, did you get the job done? En ik wil ze wel kunnen vertellen, we try en zover zijn we gekomen. Ja. Hier is het stokje, neem het over. Aminata, hoe kijk jij naar deze ontmoeting? Ja, ik hoor je dat woord performative en ook dat performative heeft vaak negatieve connotatie van oh, het is niet echt, oh, ze doen alsof. I don't care if it's performative. I will use the performative to do what I have to do. Sign the dag on paper, do what you gotta do. Voor jou is het misschien performative. Dat is ook onderdeel van die mes. Sommige mensen zijn nog niet bereid of klaar om 100% mee te doen. That's okay, I'll take your 10%. You think it's for show, that's fine. Get on board. Maar mensen zijn ook moe van praten. Welke mensen? Nou ja, er zijn een aantal activisten die ook hier op het podium hebben gestaan. Die hebben gezegd, we willen niet meer praten. We willen nu echt verandering. Maar weet je waarom dus ze niet willen praten? Ja, die perform, omdat er te weinig verandert. Nee, het is, je kan niet, het is ook labor, weet je. Je bent echt werk aan het verzetten. Gisteren weet ik nog, toen we terugreden, ik was helemaal doodmoe, lag ik zo. Want de afgelopen weken hebben we gewoon, eigenlijk maanden, hebben we gewoon niet geslapen. Hmm. Dus het gaat erom dat als je in zo'n proces zit, dat je voor jezelf moet kijken, waar kan je de kracht voor vinden om te doen. En wij hoeven niet alle mensen zelf dit te doen. Ik praat nog steeds met mensen en ik protesteer nog steeds. Het maakt niet uit of ik bij Rutte zat of niet. Verandering heb ik nog niet gezien. Maar tegelijkertijd denk ik dat iedereen moet voor zichzelf kijken, wat wordt mijn aandeel in het nieuwe huis dat we met z'n allen aan het bouwen zijn? Hmm. Ja. Als we het hebben over veranderingen, veel instellingen, bedrijven die werken inmiddels met diversiteitsmanagers. Mm-hmm. Het bewustzijn is geland. Werkt dat? Is dat een manier om die verandering teweeg te brengen? Het is een eerste stap. Weet je, bewustzijn is één ding. En in hoeverre zijn mensen echt bewust? Weet je, oké, je hebt veel gelezen. Ik wil niet zeggen dat je begrijpt wat ik voel, wat ik meemaak. Dat is weer een laag dieper. En omdat je wat kennis hebt, wil niet zeggen dat je weet hoe je moet handelen. Dus dat is stap 1. En dan, dus ik begrijp ook, vooral de mensen die erin zitten, dat er soms van, ach, we wachten nog steeds of het gaat niet snel genoeg. Maar nogmaals, je hebt de geschiedenis van honderden jaren die je aan het omgooien bent. Mm. Weet je? En we willen mensen mee. Bottom line, we willen mensen mee. En we gaan het niet allemaal hetzelfde doen. Maar wat is nou die balans? Die balans tussen geduld hebben, afwachten, gesprekken blijven voeren en uiteindelijk ook voor je punt durven staan en daarvoor te strijden? Voor mij, weet je, en dat is ook iets wat ik heel erg in Jerry waardeer. Wat hij ook doet, waar hij ook protesteert, het komt uit liefde. Weet je, het komt uit het hart. En ik kan boos zijn, maar en voor mij is dat de basis. En het, weet je, ik ben ook een moeder. Ik ga mijn zoon aan zijn oor trekken als hij het fout doet. Weet je, maar hij weet, het komt, maar houdt van me. Maar dat wil niet zeggen dat ik je niet, weet je, you know. Hmm. Dus als het gaat om mensen meenemen, als het gaat om mensen aansprakelijk te houden, het gaat ook om hoe je dat doet. Weet je? En het feit dat, en ik moet jou vergeven en ik moet mezelf kunnen vergeten en ik moet compassie hebben, want je bent nog wel een mens. En misschien ben ik het niet met je eens of misschien vind ik dat niet leuk, maar ik moet je wel als mens behandelen, als mens benaderen. Als je dat niet hebt, want ik kan ook alleen maar boos zijn en schelden, en dan bereik ik je niet. Mm. En het wil niet zeggen dat ik die woede en die kwaadheid niet in mij heb,
Maar ik moet daaraan werken. Want als ik dit werk moet doen, dan helpt dat niet. Dan zet dat me weer 10 stappen terug. Dus ik blijf zeggen, mensen onderschatten. Dat is het werk dat je constant moet doen. Want als je weer wordt uitgescholden, als je dit en dit, dat, eigenlijk wil ik dat doen. Mm-hmm. Maar ik weet, als ik dat doe, dan ben ik weer 10 stappen terug. Ja. Dus ik moet toch, hoe ga ik je op een menselijke manier benaderen? Of op een menselijke manier zeggen, oh, weet je wat, tot hier en niet verder. Want ik wil niet zeggen dat ik altijd maar moet. Ik mag ook zeggen, weet je, blijf daar. En misschien moet ik eromheen. Mm. Maar ik moet wel steeds continu aan mezelf blijven werken. En uit dat menselijke komen. En hoe verschrikkelijk die persoon ook mag zijn. Het is nog wel een persoon. Het is nog wel een mens. En dat is wel je beginpunt. En dat voor mij, als ik naar Jerry's werk kijk, dat is altijd heel erg duidelijk. En soms denk ik van, man, ik zou niet kunnen wat je doet. ik denk dat heel veel mensen dat denken. Want ik weet wat hij over zijn hoofd zegt. En toch, hij blijft altijd, weet je, van daaruit komen. En voor mij is dat de basis. Jerry, heb je het gevoel dat we op een kantelpunt zijn beland? Heb je het gevoel dat vechten tegen de bierkaai, wat je jarenlang hebben gedaan, dat nu een soort weerslag krijgt en dat we echt aan de vooravond staan van een bepaalde verandering? Ja, ik denk dat we zijn zeker. Ik bedoel, als je kijkt 2011, 2010, 2009, toen wij waren begonnen. En wij staan echt op schouders van reuzen, weet je, die voor ons zijn gaan. En natuurlijk hebben we social media, dus we kunnen makkelijker de wereld bereiken. Maar we zijn zeker vooruitkomen. Maar ik ben van mening dat we steeds op een punt komen dat wij meer met z'n allen het gevoel gaan hebben dat we elkaar opnieuw moeten leren kennen. Want ik denk dat er heel veel van waar je als zwarte persoon in dit land doorheen moet, komt van een beeld dat van jou is neergezet of overgedragen aan generaties op generatie op generatie. Die fout is totaal. En die ook voor zorgt dat je niet gezien wordt of serieus genomen wordt. Mm-hmm. Dus ik ben van mening dat we nu komen op een punt dat ik heb echt eerlijk gesprekken met witte Nederlanders. Weet je, het is nog niet massaal, maar voor mij is, zolang je maar een klein beetje vooruit komt, is super belangrijk. Want zoals gezegd is, je deal met iets dat 400, 500 jaar heeft geduurd om het te creëren. En nou, om dat te ontmantelen, ga je echt, dan heb je lange zit daarvoor nodig. Maar tegelijkertijd kan ik niet omheen dat ik zie in mijn team, in de coördinatoren die we door heel het land hebben, alle afkomsten, kleuren, die samen, wij zijn de meest diverse bewegen in Nederland. En ik zie ze. En zij geven me hoop. Want ik weet, hun kinderen gaan mijn kinderen niet aanvallen. Mm-hmm. En dat is wel die solidariteit dat je ook nodig hebt vanuit de witte gemeenschap. Dat zij het is een probleem waar we allemaal last van hebben. Mm-hmm. Het is niet alleen zwarte mensen hebben last van. Alleen wij worden daarmee zoveel onrecht aangedaan. Daarom het lijkt alleen of wij alleen last van hebben. Maar het gaat ook om mindset. Want ik kan me voorstellen dat veel witte mensen zeggen, oeh, nu moet ik op eieren lopen en na die dingen en zo. En dat komt voor, dat is jouw last die jij moet dragen, zolang wij niet beschaafd met elkaar kunnen omgaan. Ja. We zijn in de laatste fase van het programma terechtgekomen. Ik wil heel graag kijken naar de next step. Je zou over het algemeen kunnen zeggen dat er bij instellingen, dat er ook bij de media het besef is gekomen, oké, de dingen moeten anders. Mm-hmm. De bereidwilligheid is er. Mm-hmm. Je hebt ook al gezegd, we moeten ruimte voor elkaar creëren om fouten te maken. Wat voor stappen moeten er nu genomen worden om te zorgen dat het bij instellingen, bij de media, bij bedrijven een intrinsieke waarde is van hun bedrijven, intrinsiek onderdeel. Niet iets dat ze terzijde kunnen schuiven, dat als iets anders weer een trend is, dat ze daar gebruik van kunnen maken, maar dat het verankerd is in zo'n organisatie. Hoe doe je dat? Dat is de $1 million question. Daar is iedereen zoekende daar, want je ziet heel veel initiatieven, weet je, en trainingen en alles, maar nogmaals, een van de dingen waar ik aan het gaat om die menselijke vaardigheden. Want ik kan je leren over anti-bias en al dat soort dingen. Maar op het moment dat er iets gebeurt of dat er een fout wordt gemaakt, kan ik je daarop aanspreken? Kunnen we dat gesprek voeren? En dat is waar het meestal misgaat. Hmm. Ja, maar ik heb toch mijn best gedaan. We doen het ook nooit goed. Weet je, dus het feit dat je het niet kan aanhoren. En dan gaan we weer terug in hoe we het altijd doen. Ja.
Dus het gaat weer terug naar die basisvaardigheden, naar het menselijke. Als het gaat om de interventies en alles, hoe we dingen moeten aanpassen, dat kunnen we wel uitzoeken. Die informatie hebben we zat. Maar hoe we met elkaar omgaan en hoe we elkaar meenemen. En ik denk, en dus bewustzijn moet niet alleen gaan over de dingen die geïmplementeerd moeten worden, maar ook hoe wij onze patronen hebben, hoe we met elkaar omgaan, en dat we dat moeten doorbreken, en dat we daar hulp bij nodig hebben. En ook die, en dat compassie en vergiffenis een heel groot onderdeel daarvan moet zijn. Helder. Jerry, afsluitende vraag voor jou. In de afgelopen 10 jaar, in welke valkuil moeten we nooit meer trappen? Dat je in Nederland als niet-witte persoon niets kan veranderen. Ja. We hebben allemaal macht en het is ons een probleem of een kwestie waar we allemaal verantwoordelijkheid in hebben en dat we gezamenlijk op moeten lossen. Ik bedoel echt daarmee dat kinderen worden geboren, Nederlandse kinderen, autochtone Nederlandse kinderen, die niet wit uitzien. En die worden verteld dat zij een soort eeuwgasten zijn. En ik hoop dat wat wij afgelopen 10 jaar hebben gedaan, dat ze enigszins kunnen een soort bijval kunnen zijn voor ze, dat zij echt de wereld aan hun voeten hebben. Ik ben in de Belmen opgegroeid en ik had echt het gevoel, of laat me zo zeggen, ik had nooit geweten dat ik maar 1 stap verwijderd was van mijn droom. Nu kan ik dat droom niet nog nastreven door alles wat ik mee en samen met anderen belast zijn. Maar ik kan je zeggen, mijn droom ben ik 1 stap van verwijderd. Wat is je droom? Dat zie je wel wanneer het gerealiseerd is. Oké, en met deze cliffhanger wil ik graag het programma afsluiten. Ik heb geen andere keuze dan deze cliffhanger te gebruiken. Dank aan alle gasten. Dank aan alle gasten die hier aanwezig zijn geweest aan tafel en ook via de Zoom. Dank aan het publiek. Fijn dat jullie gekeken hebben. We zijn elke dag live met Pakhuis De Zwijger. En de programmering is te vinden op de website van De Zwijger. Mocht je in deze ingewikkelde tijden ook nog een bijdrage willen leveren in financiële zin aan de programma's van Pakhuis De Zwijger, dan is dat ook mogelijk via www.dezwijger.nl/p. En alles komt ten goede aan de programmering. In deze moeilijke tijden is het ook goed om dat te noemen. Samen met Right About Now, dat werd ook al genoemd, wordt een programma ontwikkeld gebaseerd op de brief Wij Zien Jullie. En daarin komt onder andere ook institutioneel racisme aan bod. Dank voor de aandacht nogmaals. En ik zie jullie graag de volgende keer. Een fijne avond. Thank you.